geweldig. Hier, dames. Ja, ik zag net nog even een heavy. Nou, lieve vrienden, ze zijn daar ginds aan het schaatsen. Hier, jullie. En een hele goede middag bij een nieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Ja, ze zijn daar ginds aan het schaatsen. En ik was thuis nog niet online geweest, maar nu zag ik dit. Ik denk dat we het er even op hebben. Maar ja, ik zit ook met de honden. En ik sta op het bruggetje. Hoe geweldig. Hier, dames. En ik zou wachten. Rijka, wachten. Het is al zo koud. Helemaal ijs. Jo. Dit wil ik jullie niet opnemen. En dan gaan we zo weer terug naar huis, want ik ben lang niet in orde. Ik heb zelfs geen make-up op. Dus dat weten jullie het wel. Maar ik vond dit zo geweldig. Nou, ik sluit weer, want ik krijg zere vingers. Tot later. Ja, ik zag net nog even een heavy. Ik denk, nou, laat ik nog even zien. Het is vandaag overigens zaterdag 13 ja, februari. Dus ja, nou zit ik op de achter dat gebouw weg. Maar nou ruim ik echt op, want het is me te koud. Ja, lieve vrienden, sorry hoor, ik zie er niet uit. Coronakapsel, ik heb de boel opgehad. Ik ben net weer thuis en ik ben niet opgemaakt, niks. Maar dat kan de pret niet boeien, ik ben er wel weer voor jullie. Ik heb ook trouwens met de post een hele mooie lieve kaart gekregen in een mooie rode envelop. Ja, wat mooi is het Valentijn. Ik kan niet echt goed Engels. You read only on for me. Leuk, hè? Ik zo lief. En voor wie? Vraag je dan af. Valentine's Day. Weet ik hoe je Valentine uitspreekt in het Engels? Valentine. Weet ik veel. En dan staat er eronder nog wat handgeschreven. Ik weet niet of dat te lezen is. Maar in ieder geval het koffie al verdam af, dus ik zal hem zo meteen even bellen. Ja, ik vind hem hartstikke leuk, ik vind het hartstikke lief. Ik heb niet eens een kaart op werk gestuurd. Niet aan gedacht. Ik zit momenteel met mezelf even in de knoei. Daar jullie weten dat het deze maand 4 jaar is geleden dat mijn man is overleden. En op die muur daar hangt een kaart, de bovenste, die hele grote, met het grote hart erop. Die hangt daar morgen 4 jaar. Ja, toen stond hij nog midden in het leven. En dan te bedenken dat hij de 25e heen ging. En op de 20e zaten we nog in Den Bosch bij mijn schoonmoeder, die jarig was. Mijn schoonmoeder was toen jarig, mijn zoon Harriet van Beek was toen jarig. De 20e, dus was voor mij een dubbele dag, want ik kon niet naar mijn zoon toe, want ja, die wil zijn moeder niet meer als moeder hebben, nee, meer als vriendinnetje, dan ben ik geen vriendin, nee, ben je moeder, punt. En dat tolereert hij niet, nou ja, ik tolereer niet dat ik vriendinnetje van hem moet zijn, nee, dat ben ik niet, ik ben zijn moeder en hij is zijn man en zijn man die, nou ja, die moet mij ook niet. Want ik schijn op een een of andere manier in die man zijn ogen, dat heeft hij tenminste zo gezegd, ik hou niet van mezelf, dus laat staan van een ander, laat staan van mijn kinderen.
Dat heeft hij zo letterlijk gezegd. Oké, dat jij er zo over denkt. Dat begrijp ik dan niet, maar wat doe je dan in mijn uiting, dacht ik toen. Ik heb het niet gezegd, maar wel gedacht. Want ik stond met mijn armen open. Ik ga me knuffelen. Maar ja, oké. Gedaan een zaakje neem ik geen keer. Ik zie mijn zoon nooit mee wat dat er gaat. Dat is dan niet mijn probleem, maar die van hun. Ik maak het ook niet mijn probleem. Ik hou wel van hem. Maar ik ga niet iedere keer door het stof heen om mijn excuses aan te bieden bij hun. Nee, hun zijn vaak. Ik heb het iedere keer al gedaan, ook al wat niet mijn fout met dat moment. Mijn fout is oké, kom ik er ook heel vooruit. Het is niet mijn fout. Nee, dus we mogen wel door het stof heen buigen. Ja. Maar in ieder geval, mijn mannetje is deze maand 4 jaar van mij heen. Ik zit gewoon niet in mijn vel. Ik ben moe. Ik heb steeds ook hoofdpijn. En, nou ja, hoofdpijn daar loop ik al dagelijks mee, al jaren. Maar ik bedoel dan zo heftig dat ik er niet mee kan dealen. En dan heb ik ook sinds 2 dagen, als ik dan wakker word, last van een, denk ik, een snotneus. Nee. Hek aan die kant, een bloedneus. Nou ja, oké. Gaat wel weer over voordat ik een oud kereltje ben. Maar eventjes op dat moment is het niet lekker. Nee. Hè, dame? En nu nog een dame? Maar ja, ik vond het wel even leuk, hè, dat schaatsen. Ja, al die kinderen daar. Het waren allemaal kinderen. En er stond ook een auto met de raampjes open. Geparkeerd en die had ik snel de muziek aan. Maar als de kinderen wat pret hebben, dat doe je net op de folie. Hier. En dat ik wegging, dan woont hier ook een man in de buurt. Die loopt met, ook met een stok. Die markeert ook wat. En die heeft ook zo'n hond, de grootte van Elwing. Dat is een herder husky. Die heeft ook net zo weer als Beauty van Karen en Roderick 2 kleurige ogen. 1 blauwe en 1 normale. Hij heeft die hond ook. En er kwam ook nog een vrouw met nog een andere hond. Ook de grootte van Elwing. Misschien nog ietsje groter. En ja, dat kan ik heel moeilijk uitleggen. Die had bruin met een gele streepje erdoorheen, weet je wel. Ja, de hond van mijn mannetje had ook die kleur. Maar ja, die hebben jullie nooit gezien, die hond. Die hond heette Scruffy. Maar in ieder geval, ik zal vanmiddag even een foto opzoeken ervan. Dat staat ook mijn lieftallige stiefzoon, maar het woordje stief vergeet ik. Dus mijn lieftallige zoon staat erbij op. En laat ik die even zien, daar zie je die kleuren nog op. Maar die vrouw die dorst niet verder. Waarom weet ik niet, maar in ieder geval, die hond schijnt geen lekker in één te zijn. En Rijka, die ging mij nogal tekeer, die stond op de achterste poten. Dat was gewoon vreselijk. Nou, maar die krijg jij niet stil. Nee, dat lukt 1, 2, 3 niet. Moet ik me dat ding erbij wezen. Nou, daar is me nou te koud voor om die mee te nemen. Want dan moet je geen handschoenen gebruiken. Nou, ik heb toch handschoenen aan. Dus ja, Rijke die stond op de achterste poten. Maar ik had ze allebei kort naast me. En ik hou ze wel. Want ik weet dat Elwin totaal nog geen vlieg kwaad doet. En Rijke ook eigenlijk niet. Maar die staat gewoon op de achterste poten. Oké. Elwin die staat ook af en toe op de achterste poten, maar die blaf wat minder. Maar ze dorst er niet langs. Ik denk, ja, ik ga ook niet terug mijn tuin in. Dan ben ik terug bij af. Ik denk, ik wil ook door, weet je. Dus ik denk, nou, weet je wat, ik blijf aan deze kant. En dan tussen de auto van mijn buurtjes en de gemeente loop ik. Dus die hond mij ook 1, 2, 3 niet. Dan onderbreek je dat. Dan geef je een andere route eventjes. En dan zijn die honden afgeleid. Nou, dat ging voor die vrouw wel goed. Maar ze dochter anders niet langs. Nou, je hond in bedwang of nee?
Ik denk, ik heb er 2,5 nog wel af, want ik heb ze in bedwang en jij niet. Nou, ik denk, moet je ook even goed leren. Maar ja, oké, lieve vrienden. Ik ga Jan nog bellen en ik ga een bak koffie doen. En we spreken elkaar later nog een keer, dacht ik zo. Ja toch? Het is prachtig mooi weer. Ik heb er net even genoten dat bij het ijs. Ik heb het een roertje koud, echt gemeen koud. Ik heb mijn hoedje erop. Gewoon echt een hoedje. En mijn capuchon van mijn jas. En sjaal erom. En handschoenen na nodig. Het is echt koud. Mijn benen vielen wel mee. Nou ja, maar ik geloof het. Maar wel de bovenkant. Maar ja, daar kan je niks aan doen. Oké, lieve vrienden, ik zou zeggen geniet. En ik vergeet jullie ook niet. Dat doe ik bij mij ook niet. Vind je deze film nou leuk? Dan abonneer je eventjes. En eventjes op het belletje klikken. En dan, als je ervoor zit, zo voor je computer of voor je telefoon, weet ik veel, waar je mee werkt, dan zit het aan de rechterkant. Nou, en dan klik je daarop, op abonneren. En het is grijs voor kleur en dan wordt het rood. Dan komt er een belletje zichtbaar, klik daar dan ook even op. En dan, dan hoor je tenminste iedere keer een geluidje dat Facebook voor mij weer wat online zet. Makkelijk wil je het hebben. En dan even die duim omhoog tekenen, hè. Niet naar beneden, want dat is niet leuk. Nee, die wel, die vind ik leuk. Ja. En je mag ook er een leuke reactie eronder zetten. Dan krijg je altijd wel weer wat van me terug. Ja, het zijn vandaag of morgen bij wijze van spreken. Ik doe dat niet meteen, want ik zie dat ook niet meteen. Ik heb andere dingen te doen, net als jullie. Maar jullie krijgen altijd sneller tijden een reactie terug. Ja. En wees lief en wees aardig voor elkaar. Doe ik ook naar jullie, doen jullie dat ook naar mij, maar ook naar anderen. Ja. Dus ik zou zeggen tot later. Doei!